Nou, mooi. Welkom allemaal bij alweer de vierde editie van Arnhem in Transitie. Dus dat betekent dat we eigenlijk al over de helft zijn na vandaag. En vandaag gaan wij in op welke rol techniek kan spelen in de transitie naar een regeneratief Arnhem. En daarvoor zoomen wij vandaag in op de concepten en de idealen binnen de low-tech beweging, waarin juist kracht wordt gevonden in het heruitvinden van technieken, in het recyclen, in het helen, in het repareren en daarin ook het overdragen van kennis. En vandaag hebben wij Sebastiaan van Sandijk uitgenodigd, die betrokken is bij het duurzaamheidscentrum De Groene Vos en ook betrokken bij diverse repaircafés binnen Arnhem. En als medewerker binnen die repaircafé zal Sebastiaan uitweiden over de visie die ligt achter deze repaircafés, op welke manier mensen ook agentschap kunnen creëren door het deelnemen in deze repaircafés en hoe deze cafés dus op die manier ook helpen in de transitie richting een regeneratief Arnhem. Dus ik wil het woord geven aan Sebastiaan, welkom. Dankjewel. Ja. Welkom ook allemaal, dankjewel ook voor de uitnodiging om hier iets te vertellen over techniek, transitie en repaircafés. Ik heb het genoemd techniek in transitie op het repaircafé. Hoe gaat dat nou in zijn werk, wilde ik jullie wat over vertellen. Niet dat we het vaak over techniektransities hebben hoor op het repaircafés, maar ja, wat ik vandaag wilde verduidelijken is van hoe ik denk dat wat daar gebeurt in die toch wel informele bijeenkomsten, dat dat wat mij betreft alles te maken heeft met de transities waar we met z'n allen in bezig zijn. Zo wou ik dat noemen. Ik ga jullie eigenlijk een beetje meenemen vanuit het begin van de repaircafés in Arnhem. Je ziet hier een plaatje van de Groene Vos. De Groene Vos als in een trefpunt voor de duurzame leefstijl. Dat is op zich begonnen als een wijkinitiatief, zal ik zo wat over vertellen. Maar dit is ook de plek waar 10 jaar geleden iets meer de eerste repaircafé in Arnhem plaatsvond. En eigenlijk nog steeds repaircafés in zoveel tijd plaatsvinden. Ik wou je inderdaad even wat vertellen over wat is de Groene Vos nou. Ik ben daar betrokken als bestuurslid. Het is een vrijwilligersorganisatie die eigenlijk oorspronkelijk ontstaan is in 2005 alweer. We hebben in de coronatijd helaas ons jubileum niet gevierd. Laat ik het zo zeggen, 15 jaar geleden jubileum. Maar eigenlijk is dat een stichting. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk concrete voorbeelden voor een duurzame leefstijl eigenlijk op alle manieren over het voetlicht te krijgen vanuit allerlei activiteiten. En zo is het ook begonnen. In de zin dat feitelijk een aantal wijkweddenschappen, in eerste instantie over plastic scheiden in de wijk, waar een plastic herbus container eerste in Nederland geplaatst is in de wijk Sint Maarten Sonsbeekkwartier. En later ook, en daar hoort het de wervingscampagne door de wijk die daarna staat bij. Ik weet niet of ik dat kan laten zien, maar laat ik even. Nee. Maar de bakfiets en de megafoon, mensen doen mee, want er was een weddenschap gaande over het verduurzamen van huizen. En het moest de weddenschap met de minister of met de wethouder was, tenminste 50 huishoudens in een jaar. En dat is gehaald, die dan op dat moment verduurzaamd zijn geraakt. En de grap is dat eigenlijk met het geld wat bespaard is met die weddenschap, dat is aan de wijk gegeven. En uiteindelijk is daar ook Stichting De Groene Vos van opgericht en is daar ook van allerlei vervolgacties. Onder andere, we hebben nu een winkelpand, wat ook een informatiecentrum is en een workshopruimte, et cetera. Van waaruit we ook dus duurzame producten verkopen, maar ook gereedschap verhuren, informatie leveren. Mensen kunnen daar oude telefoons, stiften, batterijen, noem maar op, inleveren. Het is gewoon een recyclepunt. En van waaruit ook allerlei activiteiten en projecten organiseren. En dat zijn Sint Maarten Sonsbeekkwartier, een wijk hier net buiten het centrum. Dat zijn activiteiten en projecten in die wijk. Je ziet hier wat plaatjes, of eigenlijk hier zag je er nog wat meer. Het is redelijk breed opgezet. Het varieert van stadslandbouw bij het buurtcentrum, maar ook in bepaalde perkjes in de wijk. Maar ook repaircafés, tastewees diners, dat zijn etentjes waar een chefkok in feite
ter plekke een menu samenstelt van producten die bij een supermarkt overgebleven zijn. En kijk, hey, daar kun je ook lekker van eten. Taste the waste. Dat soort dingen. En als je verder kijkt, we hebben hier onze folder waar van alles op staat. Altijd interessant om naar te kijken. Maar daar staan ook de repaircafés op. En in feite zie je daar bovenaan ook een plaatje van iemand die met een voltmeter of multimeter van alles aan het meten is aan apparatuur. Ik weet niet of er mensen zijn die bekend zijn met repaircafés, of hier in de zaal of in Zoom mensen zijn die repaircafés kennen. Hebben wel eens bezocht, ja. En, dan heb je misschien wel eens gezien dat het vaak om elektrische apparaten gaat, maar in feite, als het gaat om repaircafés, hier zie je wat plaatjes van de eerste in Arnhem dan. Het kan om apparaten gaan, hele simpele of veel voorkomende apparaten zoals mixers en koffieautomaten of koffiezetapparaten, laat ik het zo zeggen. Maar ook gewoon over fietsen of heggenscharen of noem maar op. We hebben ook wel eens een ander repaircafé een speelgoedgeweer van plastic gerepareerd. Van alles kan er binnengebracht worden. En het is zeg maar eigenlijk, dat is ook het leuke om het te doen. Maar goed, ik zal even beginnen met hoe het ontstaan is, of waar het mee begonnen is. Eigenlijk wat je hier ziet, is wat foto's van de eerste repaircafé op 8 oktober 2011 in Arnhem. Het eerste in Arnhem, eigenlijk dat busje is van Martine Posma. En die had in Amsterdam het concept wat wereldwijd eigenlijk ook bestond toen ook al, opgepakt. En ook een busje ingericht en met een logo beplakt. Maar ook wat dan inderdaad, en zo hebben we dat in feite vanuit de Groene Bos, of sorry, Stichting Kom op voor de Duurzame Wijk was dat in de tijd. Eigenlijk met Martine gebeld zo van, nou ja, wij willen wel eens zien wat dat is, kom eens doen. En wat zij dan deden is in dat geval het busje volladen met wat gereedschap, wat monteurs erbij. En je komt dan op een afgesproken dag naar, in dit geval, de Nieuwe Hommel toe, het buurtcentrum. En daar heb je dan een dagje een repaircafé. En ja, dan is dat hebben we ook wat draaiboeken en dergelijke hadden ze toen. En dan, van daaruit moet je het eigenlijk dan na dat eerste voorbeeld zelf doen. En in feite hebben we dat bij de Groene Vos gedaan. En is dat eigenlijk sinds die tijd niet alleen in de Groene Vos, maar in Arnhem, maar eigenlijk op allerlei plekken. Ik heb hier wat staan die ik nog even wist. Dus de Groene Vos is eigenlijk elk jaar 5 keer in zaterdag, week 10, 20, 30, 40 en 50. Moet je kunnen onthouden. Dus weet, op zaterdagmiddag en je hebt iets liggen wat je al een tijd hebt liggen. Denk, oh, is dat nou kapot of moet ik dat weggooien? Nee, neem het mee naar het repaircafé, want dan kun je in ieder geval kijken of het nog een tweede leven kan krijgen. Dat is dan, in de Groene Vos kan je daar terecht, ook op de Bakermat, dat is mijn eigen wijk. Daar hebben we maandelijks op dit moment op dinsdagochtend een repaircafé. En in de Kreek in Oosterbeek en de repaircafé Veld, die heb ik er ook even bij gezet. Er zijn wat meer buurthuizen ook in Arnhem waar repaircafés plaatsvinden. Ik kan ook het Huskse noemen en de Lommert niet meer volgens mij. Hè, dat varieert een beetje. Maar in Alteveer is er ook, ja, dat klopt ook. Ja, ik wist nog niet of die inderdaad alweer verder gegaan waren, dus dat is altijd goed om te weten. In Angerstein waren ze ook, zijn we vorig jaar ook bij een markt geweest, gewoon buiten gerepareerd. En er zijn overal initiatieven die al dan niet structureel een repaircafé houden en je kunt overal weer ergens terecht. De grap is aan deze 4 die ik hier heb staan, daar weet ik in ieder geval van dat, en dat geldt eigenlijk waarschijnlijk ook voor die anderen, maar dat de monteurs die daar rondlopen eigenlijk op al die 4 repaircafés wel deelnemen. Het is ook een hele close community eigenlijk aan zich al, hoe dat met elkaar werkt. Interessant dan, waarom doen die mensen dat en waarom komen mensen met spullen? Ik denk dat goed is om maar even wat uit te leggen en dat wou ik doen aan de hand van gewoon eigenlijk wat opmerkingen, wat vragen over wat is nou een repaircafé? Sommigen van jullie kennen het. Zoals ik zei, bij de Groene Vos is het 5 keer per jaar op een zaterdag, in andere gevallen maandelijks, of het is 1 keer in het kwartaal, of dat maakt niet zoveel uit. Er is een moment eigenlijk waarop aangekondigd wordt van er zijn wat mensen die wat kunnen repareren en wat willen repareren. En dat kan, hè, zoals je hier de plaatjes ook ziet, dat kan gaan over elektrische apparaten of printers, koffiezetapparaten. Maar er kan ook iemand zijn die bijvoorbeeld textiel herstelt, dus kleding of andere dingen kan naaien of kan verwerken. We hebben, en wat eigenlijk de bedoeling is, laat ik daarmee beginnen, is dat mensen die gewoon
iets kapot hebben, dat die naar dat repaircafé kunnen komen. Soms zit dat op aanmelding, soms zit het kom maar kijken. En die dan in feite zeggen, nou kijk, ik heb hier nou dit koffiezetapparaat en het lekt. Of deze cd-speler en die blijft stilstaan. Of die is een mixer en die maakt een belachelijke herrie. Dus ik gebruik hem eigenlijk niet meer, maar ik wil hem nog niet weggooien. Want misschien, nou, en wat dan gebeurt is eigenlijk, en dat is ook echt de bedoeling, dat er de mensen die daar zijn, dat zijn mensen die het leuk vinden om een apparaat open te maken. Wie wil dat nou niet, hè? Dat is, dat is in ieder geval iets wat voor mij geldt, maar misschien ook wel voor anderen. Ik kan het in ieder geval aanbevelen. Dus dat doe je dan. Maar je bent ook samen met degene die het apparaat komt brengen. En dit staat ook bij geen servicepunt. Het is niet zo dat je komt met je apparaat en zegt van, nou, ik ga nou de stad in op zaterdagmiddag en hier heb je je koffiezetapparaat, kom straks wel halen. Succes ermee. Nee, je gaat ook inderdaad, en dat zie je daar de linkerfoto ook zien, de mensen die waarvan deze pick-up kwam, ja, die zitten er gewoon naast, die kunnen vertellen dan ook, en dat is ook een belangrijke functie, kunnen vertellen dan ook wat er dan dat nou niet doet. Hij doet niks, of hij maakt lawaai, of hij slipt, of hij piept, of... Dat zijn dingen die ook heel relevant zijn bij repareren. En dat merk je pas als je op deze manier gaat repareren, kan ik je vertellen. De grap is bovendien, en dat is het plaatje rechts eigenlijk ook, je doet het eigenlijk altijd met de expertise die er is. Want het kan best zijn dat je komt met de gekste dingen kom je tegen. Dat was de afgelopen keer op het repaircafé in de Bakermat, kwam er iemand met hoe heet zo'n ding? Zo'n projector. We hebben, en dat zie je daaronder, ook wel een bloeddrukmeter gehad. Nou ja, dat is niet iets wat je dagelijks hebt. En dat zijn best wel gespecialiseerde dingen. Maar met elkaar, als je dus met elkaar er een beetje omheen gaat zitten. Van zo, oh ja, hoe zou dat moeten werken? Soms vaak zijn er mechanische dingen, schakelaars die kapot zijn of voedingen. Of, nou ja. Dan ga je nadenken met elkaar. Dan, oh, als je dat nou doet, dan zit daar niet iets wat... Op die manier ben je eigenlijk de hele tijd met elkaar aan het uitwisselen. En dat is ook een beetje het punt. Dan durf je het ook aan te pakken. En dan durf je ook in feite zo'n apparaat echt open te maken. Te kijken of er wat mee kan. En voorzichtig open te doen. En ja, eigenlijk durf ik te zeggen. We houden de statistieken wel bij. Ik zou durven zeggen dat de helft van de spullen wel gerepareerd wordt. En van wat daarboven nog niet gerepareerd wordt, of niet direct gerepareerd wordt, dat we in ieder geval een diagnose kunnen stellen. En ook kunnen zeggen, nou, als je dat onderdeel misschien ergens kan vinden, of bestelt, of hier kunt bestellen, dat doen we ook vaak. Dat zie je daar op die foto daarboven, dat iemand op een tablet zit te kijken. Je hebt internetverbinding nodig, want je kunt A, kijken waar bijvoorbeeld onderdelen die zijn die er nog? Of zijn deze klachten die jij hebt, komen die vaker voor? En ja, je moet eigenlijk niet verrast zijn dat je heel veel dingen waar mensen mee komen, daar hebben anderen al een keer gerepareerd. En dat is eigenlijk het mooie. Je bent ja, in je eigen wijk op je eigen zaterdag met dingen aan het repareren. Die denkt van nou, wat is dit nou weer voor ding? Maar eigenlijk kun je alles ook wel een beetje opzoeken. En die kennis die is beschikbaar. En dat is eigenlijk ook het mooie. En dan eigenlijk het grappige is, dat is het plaatje daarboven ook. Af en toe merk je van, we hadden in de wijk een heleboel keren dat mensen met klokken kwamen. We hebben die keer dat daar in die tuintafel zat, hebben we ook inderdaad gewoon een keer een klokkenmaker uitgenodigd van vertel dus hoe dat moet. Wat kun je wel, wat kun je niet als geen gespecialiseerde klokkenmaker doen? Wat zou je aanbevelen in dit geval, dat geval? We hadden toen 5 klokken of zo bij elkaar gezet. En dat soort dingen, het is, je leert heel veel. En het is ook inderdaad voor de mensen die meer weten of minder weten, het is altijd leuk om uit te wisselen. En dat maakt het eigenlijk een hele gezamenlijke activiteit. Waarbij ook degene die dus het ding gebruikt, ook meer leert over hoe zo'n apparaat werkt. En dat is ook iets wat denk ik een belangrijk aspect is. Los van het feit dat je, waarom doen we het? Het is ook geen servicepunt dat je zegt van... u heeft een probleem, wij gaan u helpen. Nee, we zijn met z'n allen bezig. Ook degene die iets brengt, ook degene die monteert, wat repareert. Met, duurzaamheid. Ik denk dat de algemene term is. Met zorgen dat producten die, dat heb ik onderaan een beetje gezet, eigenlijk misschien in sommige gevallen als wegwerpartikelen zijn gemaakt. Want dat zit er toch vaak bij. Dat je die toch, een tweede leven kan geven. En ik zeg tweede leven, maar het is ook veel. Ik heb hier wat meegenomen. Dit is een, ik weet niet of je het kan zien op de Zoom ook, maar dit is een, ik moet iets dichterbij. Zo. Ja, kun je het zien? Het is een heel klein dingetje. Je kunt het niet zien, maar dit is een, ik kan het nog, nee? Ja? Nee, dat is, ik
Dit is een, je hebt van die setjes met hele kleine schroevendraadjes voor brillen en zo. Ja. Dit is een pijpsleuteltje van hetzelfde formaat, dus heel kleine pijpsleuteltjes. En de grap is, dat is ook een beetje waar, we zijn tegen die wegwerpsamenleving, maar dus ook tegen producenten die apparaten maken die niet gemaakt zijn om te repareren. En er zijn voorbeelden, ik laat deze nog even over in spanning, er zijn voorbeelden van de Fairphone, die kennen we allemaal waarschijnlijk wel, die echt gemaakt is om, en ook bewust van, we willen zorgen dat telefoons in dit geval langer dan die 2 jaar gebruikt kunnen worden, want als de batterij op is, moet je hem kunnen vervangen. De grap is, wat ik net zei over je kunt heel veel vinden op internet en YouTube-filmpjes kun je dingen repareren die eigenlijk door de producent niet gemaakt zijn om te repareren. Ik denk aan de iPads, maar ook allerlei telefoons waar bijvoorbeeld, dat was toen de tijd, dit is een van de eerste OnePlus-telefoons, een apparaat wat door vrij veel nerds gekocht werd in de tijd. En dit geldt nu ook voor alle Samsungs en allerlei dingen, maar dit was een apparaat waar deze heeft ook gewoon, alle dingen zijn modulair, dus je kunt alles er zo uitklikken en weer erin klikken. Dus de batterij is makkelijk te vervangen, de camera, de dingen, al die modules zitten er los in. Deze heeft dat niet, het is allemaal gelijmd en gedinges, het is niet gemaakt om te repareren. Maar de grap is, doordat die groep mensen met een beetje technische interesse en affiniteit zeggen van, ja, maar ik wil mijn telefoon gewoon lekker even zelf open kunnen maken en ik wil kijken wat erin zit en ik wil hem, oh nee, ik wil mijn camera kunnen vervangen en mijn scherm en weet ik wat. Die gaan gewoon zitten klooien. En zetten dat op YouTube, op internet. En dan zie je dus aan de ene kant dat je dus op zo'n repaircafé kun je kijken, hoe moet je nou dit apparaat openmaken? Oh, we moeten onze föhn niet vergeten hier, of we moeten daar daar zit een heel lullig klemmetje wat maakt dat je hem niet makkelijk openmaakt of kan kapot gaan daar. Daar word je voor gewaarschuwd. Het is ook nog eens zo dat hoe meer mensen in feite zo'n telefoon gaan repareren, dat dan die producent merkt van, hey, die batterij die ik eigenlijk al niet meer lever, die wordt heel vaak gevraagd. Dus deze batterij die werd jaren nadat deze telefoon eigenlijk uit productie was en niet meer geleverd werd, werd die batterij gewoon nog geleverd. Is weer geleverd gaan worden, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus dat is het principe van de Fairphone, waarbij de Fairphone natuurlijk nog een beetje verder gaat met eerlijke tarieven en dergelijke, maar het principe van het repareerbaar maken van apparaten wordt eigenlijk overruled door zo'n community van reparateurs. En dat is eigenlijk, vond ik wel een mooi voorbeeld om te geven, dat je eigenlijk die hele Fairphone-principes niet meer nodig hebt, in ieder geval niet voor het reparabel maken van apparaten. Eentje die ook echt heel, dat is het voorbeeld wat ik nog moet geven, dit pijpsleuteltje, wat is dit nou? We hebben in onze repaircafé ook regelmatig, Senseo-apparaten, die worden ook vaak, daar zijn specialisten voor op YouTube die daar kunnen repareren. Maar dit is een pijpsleuteltje wat ik iets heb aangepast op basis van een YouTube-filmpje. Want het is namelijk voor, er komen ook regelmatig hartstikke nieuwe zelfs Nespresso-apparaten naar het repaircafé. En als er iets gemaakt is om niet open te maken, dan zijn het wel Nespresso-apparaten. Want daar gebruiken ze schroeven. Daar gebruiken ze schroeven, moet je je voorstellen, dat zien gaan voor vrijwel rond. Er zit geen inkeping in, geen kruis, krap, je kunt er niks mee. Behalve, en dat was het filmpje, als je zo'n pijpsleuteltje wat eigenlijk rond is, als je dat iets induwt en dan zit er net een ellipsvormpje in, dan kan die er precies overheen. Nou, dan kun je hem zo openmaken. En dat is natuurlijk een mooie overrule vanuit consumenten. Om zo'n producent dan toch een beetje te gek te zetten. En eigenlijk te zorgen dat zo'n apparaat langer mee kan dan waar die voor gemaakt is. En ik denk die manier van zorgen dat wat je zelf belangrijk vindt in een product, dat je langer gebruik maakt van, ik hoef niet per se elke 2 jaar een nieuwe telefoon, ik hoef niet als er een klein dingetje kapot is, een nieuwe versie. Dat zijn dingen die kun je, dat is de Fairphone is er eentje van, dit is een andere Fairphone, een modulaire koptelefoon is dit, die ook dus eigenlijk met een reparatie, is altijd reparabel, maar ook met een reparatieservice komt, dan wordt het vanuit de producent geregeld. Ik zou durven zeggen dat dankzij, en dat is niet alleen de repaircafé, maar ook wat andere voorbeelden, en ik heb er hier wat genoemd, de makerspace, de hackerspace, maar ook eigenlijk de techmeetups. Dit is een foto van de oorspronkelijke makerspaces, ik denk in de jaren 70 ontstaan in Californië en eigenlijk ook een wereldwijde beweging. Het ziet er hetzelfde uit als een repaircafé, kun je zien. En eigenlijk zijn het ook dezelfde principes. Je ziet ook daar dat iedereen aan het solderen slaat en aan het meten slaat en aan het maken gaat.
Ik weet niet of het expliciet repareren is, dat is het met de Repaircafé natuurlijk, maar ook hier zijn mensen zich, ja, laat ik zo zeggen, producten en spullen eigen aan het maken. Het gaat niet om wegwerpspullen. Op een bepaalde andere manier ga je om met spullen. En dat is in dit geval die makerspaces en hackerspaces eigenlijk ook een beetje. Die zijn aan de ene kant, dat waren anders dan de huidige repareerders in de repaircafés. Dit waren oorspronkelijk allemaal hippies, zeg maar. Ik denk niet dat veel monteurs en repaircafés zich daarmee kunnen identificeren. Maar je ziet ook daar dat het wel gaat, en dat geldt ook voor die repaircafés, dat het gaat om het eigen maken van bepaalde producten en spullen. En ook zorgen dat die dus inderdaad niet wegwerp worden. En dat je ook bepaalde keuzes die gemaakt worden door producenten, die kunt overroelen ten gunste van je eigen keuzes die je maakt met spullen. En dat maakt, wat mij betreft, hè, ik heb hier dan die makerspaces, de hackers. Mensen associëren hackers ook met individuen die tegen de producenten of gangbare orde ingaan. Dat zit er in deze dingen ook. Het zijn alle drie ook allemaal voorbeelden van wereldwijde activiteiten, hoe ze ook heten. Het zijn meerdere groepen die van allerlei dingen doen, ook uitwisselen. En in feite vanuit die community individuen die samenkomen en dingen doen, zich dingen eigen maken, dingen gaan maken. In feite allerlei, hoe zeg je dat? Ik denk dat het laatste wat ik hier aan toe te voegen eigenlijk samen zorgen dat de wereld er een stukje beter uit gaat zien. En daar eigen keuzes in kunnen maken die niet gedicteerd worden door spullen, hoe die ontworpen zijn. En ik noem het voorbeeld van de Nespresso, maar het is ook, wat je ook ziet is dat plastics die voor bepaalde schakelaar worden gemaakt. Nou ja, het is bij ons in de repaircafé ook een polymeer engineer die zegt van, ja, wat is dit voor rommelig plastic wat ze hier gebruikt hebben? Als ze nou het plastic hadden gebruikt wat voor dat stukje werd gebruikt en dan voor die schakelaar, was dat ding jarenlang meegegaan. Dat soort dingetjes. En wat ik hier in dit soort communities eigenlijk ook zie, en dat ik noemde hier de tech meetups, de pizza sessies van programmeurs en dergelijke, dat is voor mij eenzelfde traditie. Dat is dan meer datatechnologie. Dat zijn allemaal mensen die als individu bij elkaar komen, even los van de belangen van hun werkgever of de producenten van hun spullen, zeg maar. Maar bezig zijn van hoe kunnen we nou onze skills, onze vaardigheden, maar ook onze producten voor de common good inzetten. Dat is denk ik wel wat in deze communities een belangrijk punt is. En uiteindelijk bij de repaircafés ook. En dat is wat mij betreft ook waarom je... we hebben het hier natuurlijk over de energietransitie, maar de techniektransitie op het repaircafé. Dat is eigenlijk wat ik in die traditie ook zou willen aangeven als, ja, we hebben het hier ook echt met een transitie te maken, met een overgang van een manier van kijken, van een manier van doen, die in het verleden op een bepaalde manier was en in de toekomst hopelijk op een andere manier is en die ook echt van belang is, ertoe doet. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. Ook een reden waarom veel mensen aan dit soort activiteiten meedoen. Nou, ik heb daar gewoon wat techniekfilosofen wat achtergrond bij gezet. In feite ook leuke, ik heb hier twee boeken van Libus Mumford neergezet. Myth of the Machine, deel 1 en 2, om het zo maar even te zeggen. Eigenlijk heel leesbare boeken, kan ik altijd aanbevelen. Waarbij in feite ook, wat is nou techniek, wordt besproken. Maar ook in feite wordt gezegd van, wat is er nou speciaal aan de manier waarop wij in de moderne westerse samenleving met techniek en technologie omgaan? Nou, waar zit hem dat in? The Myth of the Machine is eigenlijk een boek waarbij de mythe wordt ontcijferd, ontkracht in feite. Dat wij als na de industriële revolutie, dat daar machines en dergelijke en techniek, dat daarna pas belangrijk is geworden. Wat hij in eerste instantie in het eerste deel voornamelijk aangeeft, is dat in de klassieke oudheid waren er ook allerlei megamachines, zoals hij ze noemt. Bijvoorbeeld degene die hier, wat hier staat, die de piramides gebouwd heeft. Dat was in feite wat hij aangeeft, de Chinese muur is een ander voorbeeld, in Zuid-Amerika is er nog een. Grootschalige, bouwwerken, projecten waar in feite een hele machinerie
werd ingezet vanuit de samenleving door de farao bijvoorbeeld om die piramides te kunnen bouwen. Eenzelfde machinerie werd ook toen en nu ook gebruikt om bijvoorbeeld het oorlogsapparaat, niet voor niks dat woord, op te tuigen en de hele de militaire machine om dat vorm te geven. Er waren ook in die oudheid, dat was in feite het betoog van Lucas Mumford, een hele technische manier van organiseren, samenleving organiseren, om te zorgen dat bepaalde dingen gebeuren konden. En het verschil eigenlijk met de huidige moderne megamachine, dat is wat hij aangeeft, dat staat hier ook, dat je die moet zien als een soort technologische of technische monocultuur. En dat de associatie met landbouw is en de effecten daarvan is eigenlijk niet voor niks. In feite dat de moderne megamachine, die is anders in de zin dat waar de farao's en Egypte een bepaalde oorlog en de graftombes bouwen, dat was het project die door de farao's centraal werden geregeld in die megamachine. En in de moderne westerse samenleving, na of vanaf de industriële revolutie, is eigenlijk die machine overal aanwezig. Je kunt je er niet aan onttrekken. En dat is een beetje de gedachtegang wat in deze boeken heel mooi verteld wordt. Ook, wat dat betreft, ook een soort leuke mythe wat dat betreft die ontkracht wordt. En gaat het dan om wat er in de industriële revolutie is gebeurd? Wat is dan een belangrijke kanteling geweest? Is dat de stoommachine? Dat soort dingen ga je dan aan denken? Ja, maar dat zijn niet eigenlijk de essentiële stappen. De stap die Lewis Mumford in feite aangeeft is in feite de klanken van de klokken van de kloosters van de Benedictijnse orde in het middeleeuwse platteland, die eigenlijk de hele Europese samenleving leerde leven op het ritme van de vesper en al die gebeden. Dus dat je 5, 6, 7 keer per dag een klok hoorde en in de maat ging leven, dat is eigenlijk de opmaat geweest tot de industriële revolutie en tot in feite modern times, de lopende band, waar je als een van de raderen, of tussen de raderen van de moderne machine, megamachine in feite, in die samenleving wordt opgezogen en mee gaat doen. En dat is een beeld waar ik veel mee kan. met name ook, en waar ik ook denk dat doorgezet is. En als je dan gaat kijken naar waar uitzicht dat in, we kennen allemaal de... In ieder geval, ik ben er nooit geweest, maar de assemblagelijn van de forts. Elke 3 minuten een fort in het begin van de 20e eeuw. Dat is de lopende band natuurlijk. Dit is dan, lijkt een modernere variant ervan, met wat robots. Oké, nog technischer zou je zeggen. Maar waar gaat het echt om bij de moderne megamachine? Dat is deze lopende band. Het onderwijs, het schoolsysteem. Dit is massaproductie. En dit is de massaproductie die op een gegeven moment, dat is dan eigenlijk waar ik naartoe, die ook alle sectoren omgaat en in die zin ook de monocultuur wordt. En dat is een verhaal eigenlijk wat dan ook vraagt ook om andere mogelijkheden. En dat zie je hier. Ik heb hier een plaatje van Walhalab. Uit Zutphen is dat een initiatief, of eigenlijk al langer bestaan. Waar in feite, het is een soort makerspace zou je kunnen zeggen, waarbij eigenlijk Walhalab een werkplaats is waar meesters, dus dat zijn mensen die bepaalde technieken of materialen kennen, en kinderen die eigenlijk in het schoolsysteem niet uit de voeten komen, of daar buiten de boot vallen, of daar gierend gek worden, ik noem het erop, en niet alleen de kinderen, maar ook docenten die daar gierend gek worden, die kunnen daar terecht en gaan daar leren, gaan daar dingen zich eigen maken. En dat hetzelfde filosofie als in de makerspaces, eigenlijk met die repaircafés wat ik noemde, dat is daar een leersysteem of een leermethode geworden. En ik denk dat dat een voorbeeld is, anders dan dat massaproductieverhaal wat ik net in het schoolsysteem zit. Wat ook een paar boekjes erbij uit de jaren 70, 80. Maar als ik kijk naar de titels, dacht ik van ja, dit zijn precies ook, het zijn verschillende boekjes die over verschillende onderwerpen gaan. De-schooling society, het onderwijs zou anders moeten. Medical nemesis, over de diep, dat staat er ook weer. Expropriation of health, het onteigenen eigenlijk van gezondheid. En energy and equity en shadow work, de arbeidsmarkt. Eigenlijk zijn dit allemaal sectoren in de moderne samenleving waar Ivan Illich, dat is in feite de techniekfilosoof, laat ik het zo noemen, is wat veelzijdiger dan mij, ook over geschreven heeft van ja. Wat daar in die sectoren gebeurt, eigenlijk in de hele westerse samenleving, maar dan noemt hij dat telkens als voorbeelden,
is dat door die manier van massaproductie omarmen als het model en op een gegeven moment als het enige model, dat daardoor op een gegeven moment gezondheid niet meer van jou is, maar daar kijk je alleen maar voor naar die expert, naar die dokter of degene die opgeleid is op een bepaalde manier. En dat, dan word je in feite, is gezondheid wordt jou onteigend. Het is niet meer je eigen, je bent er niet meer de expert over, er is iemand anders, dat wordt buiten jezelf gezet. En in feite is dat met die schooling society hetzelfde mechanisme met energy and equity. Hè? Wat is het nadeel van die massaproductie? Op een gegeven moment heb je geen equity meer, heb je geen gelijke toegang hoe je dat precies wil vertalen, maar tot energie die je nodig hebt. En in feite heeft Illich, wat dat betreft een algemene lijn in zijn verhaal, is dat hij zegt, dat beeld of dat model van die massaproductie, dat is in feite een, daar kun je ook gewoon echt, dat is een efficiënte manier, een effectieve manier om bepaalde welvaart te creëren, welzijn te creëren. Het is ook echt, op een gegeven moment begin je ermee en dan is het wat investeren. En op een gegeven moment levert het ook echt op. Want we hebben allemaal een koffiezetapparaat, om het maar zo te noemen. Of wat dan ook, wat we denken dat we nodig hebben. Maar op een gegeven moment, als je het te ver doorvoert, en dat laat je in elk van die boeken voor die specifieke sector zien. Als je het te ver doorvoert, dan ga je ook een tweede drempel over. En dan gaan in feite de negatieve effecten, de neveneffecten van die methode, gaan de boventoon voeren. He, bijvoorbeeld met, je ziet daar de tools for conviviality, voor samenleven is dat een term voor. Maar daar zie je ook een fiets staan. Laat hij zien hoe bijvoorbeeld de auto, wat ons basismodel is voor mobiliteit. Ja, eigenlijk als je het gaat vergelijken met de fiets en dan ook echt alle kosten en tijd die je besteedt aan het autovervoer meeneemt. Ja, dan is de fiets eigenlijk veel sneller. En dat is een manier van denken. Het gaat nou niet om wat is nou, mijn auto, tuurlijk. Maar als je erover na gaat denken, je moet werken om die auto te kunnen betalen. Dus uiteindelijk, hoeveel tijdwinst heb je dan nog? Is dat het je waard? En dan ga je over waarde praten en niet meer over, en over mobiliteit. En niet meer over, ik moet van A naar B op die manier. Want dat is eigenlijk, het is allemaal zo vanzelfsprekend. Terwijl je eigenlijk, als je ook kijkt naar auto's en massa, en er zijn ook wat dingen tegen te zeggen in de zin van, auto's zijn inderdaad kostbaar voor je als individu, maar ook iedereen gaat op hetzelfde moment naar het werk. Dat heeft meer met de arbeidsmarkt te maken, maar oké, dus je komt met z'n allen in de files op een bepaald moment als het op een bepaalde manier opschaalt. Of je moet extra asfalt doen, helpt ook niet, want dat wordt alleen maar voller. De woonwijken zitten vol met parkeerplaatsen. Dat zijn allemaal neveneffecten waar we niet zo stil bij staan, maar die wel maken dat je die oplossing voor mobiliteit die de auto dan is, misschien moet je daar op een gegeven moment bij nadenken of dat wel de meest gewenste is of degene is die bij jou het best past. En dat zit dan ook in die autodelen als voorbeeld voor van hoe zouden we in de toekomst ook met mobiliteit om kunnen gaan, auto of elektrische fietsdelen. Wat dat betreft zijn er weer wat andere mogelijkheden natuurlijk. In feite is, wat dat betreft wil ik dan Tools for Conviviality ook een beetje benoemen als dat is een uitweg. Het gaat niet eens zozeer over andere tools of andere producten, maar je kunt er ook op een andere manier mee omgaan. Probeer dat model, wat zo vanzelfsprekend is, ook eens van een andere manier, andere kant te bekijken. Want kijk of er dan andere mogelijkheden zijn. Autodelen is in feite dan een manier waarop je diezelfde auto op een heel andere manier inzet. En niet in dat massasysteem per se ingedingest wordt. En afhankelijk wordt ervan, et cetera. Nou, dat is in feite ook iets met een andere techniek in transitie eigenlijk. Ik weet niet of dat staat voor veel mensen misschien wat ver af van de repaircafés. Maar het is in deze tijd, er worden, ik noemde net al de industriële revolutie, er zijn nog wat meer revoluties en transities in feite gedefinieerd in de afgelopen tijd. We zijn op een gegeven moment naar computers gegaan, de informatiesamenleving, dus dat was ook een informatierevolutie misschien. Ik weet niet wat precies nu de revolutie is. Maar zoals Jan Rotmans ook zegt, we leven in een tijdperk, wat was het ook weer, niet in een tijdperk van verandering, maar we leven in een verandering van tijdperken. En in feite is, wat ik net schetste over dat je op een gegeven moment te veel die, wat het in ieder geval aangeeft, te veel de negatieve effecten van een bepaalde model, die monocultuur, die bodemerosie, maar ook die maatschappelijke erosie of culturele erosie, dat die in feite de boventoon gaat voeren, dat gaat automatisch
om een transitie vragen. Maar waarheen dan? Nou ja, dat Illich noemt dan tools for conviviality als let even op hoe je in de samenleving anders met je tools om kan gaan, met je techniek om kan gaan. Daarbuiten is er ook nog iets bezig, wat dan inderdaad in bepaalde chemia de technical singularity wordt genoemd. En de ontwikkelingen van steeds maar sneller ontwikkelende technologieën, die, waarvan er dan gezegd wordt, dat is dan singularity point. Dat ze, ja, er zitten hier een aantal van die technologieën, dus nanotechnologie, AI, synthetische biologie, geoengineering, noem het maar op, robotica. Dat zijn allemaal technologieën die aan zich al heel snel gaan, maar die ook naar elkaar toe groeien. En met elkaar gecombineerd op een gegeven moment op een punt uitkomen dat je, nou ja, als je het in doemscenario's wil doen, maken dat er een superintelligentie ontstaat die de menselijke intelligentie te boven gaat. Of die, dat de machines het overnemen, dat soort beelden horen daar dan bij. En ja, wat er gebeuren daar dingen die onnavolgbaar zijn. En het grap is, dat is natuurlijk nu al gaande, dat soort dingen. Dus wat dat betreft, waar heb je het over als je het over toekomst hebt? De andere kant van het verhaal is dat je ook, en dat is mijn idee in ieder geval, ook in deze technologieën, en in feite de voorbeelden die ik gaf rond die repaircafés en het uitwisselen van kennis en ideeën en het delen van methoden om in feite zo'n product toch weer herbruikbaar of een nieuw tweede leven te geven, noem het. Dat zijn ook gevolgen en manieren om die technieken die hier genoemd worden te gebruiken. En het enige is dat je wel moet zorgen dat je dat soort technieken op die manier dat je wil gaat gebruiken. En dat is in feite, ik heb hier een aantal dingen genoemd, voorbeelden met de energietransitie. Hey, je weet, dat is nu gaande. Dat is een voorbeeld in feite, wat mij betreft vergelijkbaar met wat ik net noemde over de repaircafés. Dat in feite mensen niet alleen maar energie gebruiken van hun leverancier en dat is de producent en wij zijn de consument. Nee, er is ook een rol dat je als prosument of producent van energie zelf energie opwekt en die zelf gebruikt, misschien ook teruglevert aan het net, wat met ook weer wat negatieve effecten, oké. Maar daar zijn allerlei mechanismes gaande, allerlei dynamiek die samen op een gegeven moment een transitie zullen met zich mee zullen nemen. Waarbij wat mij betreft de kern is, dat wij als energiegebruikers ook energie produceren en ook weten hoe dat gebeurt en wat daar de voor- en nadelen van zijn, et cetera. Dan ga je ook anders energie gebruiken, is mijn ervaring ook wat dat betreft. Ook hetzelfde met autodelen, en dat is ook een voorbeeld. Met energietransitie heb je ook, ga je ook bewust worden van wat er allemaal nodig is om die stromen van energie ook te managen, zeg maar. Wat normaal aan de beheerder overgelaten wordt, tegen van het erg grootschalig, hè, een apparaat op zichzelf. Maar dat komt ook heel dichtbij. En wat dat betreft snap je het dan beter en begrijp je het beter. En ga je dan ook, een beetje hoop ik dan, als co-producent medeverantwoordelijk voor worden. En ik denk dat dat soort transities, die medeverantwoordelijkheid, dat je niet alleen maar gebruiker bent van tools, maar ook bijvoorbeeld een toolmaker bent als mens, dan snap je ook anders, dan is je begrip van die techniek, maar ook van de wereld, toch anders. En dat zit met autodelen, is dat hetzelfde. Mensen kennen autodelen op dit moment vooral van bedrijven die al dan niet elektrische auto's, staan dan in de wijk op een bepaalde plek en die worden dan gedeeld. Nou, dus dan ga je met de telefoon naartoe en dan open je hem en dan kan je hem zelf gebruiken en dan moet je hem weer op de goede plek parkeren. En er zit alle techniek in om dat te trekken en dat die auto niet kwijtraakt en dat die ook in de goede staat blijft. Alles wordt gemonitord, dus benzine is niet op, dat soort dingetjes kan allemaal van afstand worden uitgelezen. In feite is dat soort technologie, dat is in feite dit. He, want ik had ook mijn autosleutel mee kunnen innemen. Wij doen autodelen met een ander gezin, gewoon met de autosleutel. En daar gebruiken we wel weer informatietechnologie bij, want we hebben een online agenda waar we dan reserveren. En dat kan over een kwartier. He. Dus je gebruikt dingen die er ook anders zijn. En dit is een sleutel van vergelijkbaar, waarbij je in een container lokaal bij een coöperatie van boeren, alle klanten kunnen die openmaken, boodschappen doen als het ware, dus de spullen halen die je wil hebben en dan reken je dat af via een andere weg, zeg maar. Dus een andere manier van direct bij de producent ook kopen. Dit is dan eigenlijk een simpele versie van een telefoon, van een app ook als het ware. Maar in feite, wat je straks krijgt, nadat die auto's zijn in ontwikkeling, zijn auto's die al klaar zijn om door meerdere mensen gedeeld te worden.
En dat zijn dingen die natuurlijk zo'n producent of zo'n bedrijf kan gebruiken. Maar dat betekent dus ook dat je als individu veel makkelijker dat soort techniek kan toepassen om je eigen manier van samendelen te doen. En dat zijn dingen wat mij betreft die tools for conviviality. Deze hoog over grote technologieën, ja, die zijn een beetje ongrijpbaar, maar ook bruikbaar voor hele praktische dingen. En ik denk dat dat voornamelijk van belang is. Dus dat lokaal produceren, kopen is in feite het voorbeeld wat ik met die sleutel had. Maar ik denk dat het feitelijk het zicht hebben op zorgen dat je weet hoe dingen werken. Dat is denk ik een basis. En als je dat ook deelt en samen kijkt en verkent wat dan de mogelijkheden zijn voor jezelf of voor groepen om dingen te gebruiken. Dat je daar een heel eind mee komt. En die mogelijkheden zijn er. Ik heb hieronder nog wat technologieën of technieken of deelmechanismen genoemd. Hè. Dus de YouTube en de wikis kennen we wel, maar ook de MOOCs. Hè. In plaats van naar mij te luisteren had je ook nu een, hoe heet het ook weer, Massive Open Online Course van Stanford of MIT kunnen openzetten. Of hierover. dat had ook gekund. En dan kan je dus high quality kennis delen en gebruiken en toepassen. En dat zijn dingen die niet. Ja, en Slack is eigenlijk dan ook een communicatietool wat veel door programmeurs en codeurs wordt gebruikt. Waar je dus ook gewoon met elkaar uitwisselt, waar je ook zit. Je leert van elkaar en je werkt samen aan dingen die dagelijkse dingen overstijgen. En dat is niet alleen voor werk en professie, zeg maar, van belang. Ik heb hier een voorbeeldje van, wat is nou techniek? Ook om te laten zien, het is al overal aanwezig. Dit is een spelletje, ik weet niet of jullie het kennen, dobbel. Erg leuk. Maar op een gegeven moment waren we dat met mensen aan het spelen. En toen hadden we zoiets van, ja, wat het bijzondere is, dit zijn kaartjes. Ik geloof dat er iets van 57 kaartjes op zitten. Oh, ja. 57 kaartjes op zitten. En die kaartjes hebben allemaal verschillende symbolen, dat kun je wel zien, denk ik. En die symbolen, daar geldt voor dat eigenlijk op elk kaartje zitten allemaal verschillende symbolen. En elk kaartje heeft met elk ander kaartje één overeenkomstig symbool erop. En wij vroegen ons op een gegeven moment af, hoe doen ze dat toch? Want dat is niet makkelijk, denk ik. We gingen een beetje tekenen, schuiven, de kaartjes bij elkaar leggen. Dat kwam er gewoon niet uit. Dus toen gingen we zoeken. Dobbel. Hoe, et cetera, een beetje wat vragen proberen. Na 2-3 stappen kom je dan inderdaad bij Stanford bij een lecture uit, waar de wiskundige principes achter dobbel worden uitgelegd. En waar verteld wordt, zo en zo doe je dat, wordt het uitgeprobeerd door de persoon zelf, die kwam er dan uiteindelijk niet uit, wat die had. Dat is dan grappig. Maar dit soort dingen, want dit is gewoon eigenlijk op diezelfde manier, dit is dan een leuk mechanisme, leuk om te doen ook gewoon, kan altijd leuk om te kijken. Maar op diezelfde manier kun je je afvragen, dat zijn weer even de serieuzere onderwerpen, van hoe zit het met de tijdlijn, wat zie ik op mijn tijdlijn van Facebook? Of de zoekresultaten in Google, die zijn persoonlijk. Wie selecteert dat, wat zijn dat voor de principes achter? En dan kom je op dingen die heel veel te maken hebben met dat plaatje erachter, die self-accelerating technologieën die onze leefwereld helemaal invullen, waar je ook echt eigenlijk, mijn idee, moet zorgen dat je snapt hoe dat werkt, want dan kun je in ieder geval af en toe een korreltje zout ergens heen bijleggen, zeg maar. En dat aspect, ik denk dat in de repercafés heel erg aanwezig is. Hè? Wat? Ja, dit is de laatste slide. Dus ik denk dat dit soort gedachten leeft, dat er dit soort dingen gebeuren. Ik ga niet alles bespreken hier, maar eigenlijk heb ik alles al wel gezegd. Ik denk dat het van belang is om technologie te kennen. Doe er wat mee. Ga maken, ga proberen, ga openmaken, ga leren. Maak het je eigen. Ik denk dat dat een mooie term is in dit geval. En dan zul je merken dat het dan makkelijker is om te snappen wat technologie is. Dan zie je ook, in feite is, ik heb dat nog niet gezegd, maar in feite is een van de basis tools die we als mens hebben voor de moderne westerse samenleving, is de bril. Want in feite is technologie, dat voorbeeld van die tijdlijn op Facebook, of die zoekresultaten op Google, de manier waarop je de wereld ziet, wordt door technologie ingevuld. Dus net zoals je een bril roze of geel of blauw hebt, ja, dat kleurt jouw leven. En dat zie je met de voorbeelden met Facebook en Google, zie je dat heel sterk. En ik denk dat iets is waar je van bewust moet zijn. Verder is het met alle technologieën, je kunt ze worden op bepaalde manieren ingezet, ze creëren afhankelijkheden, ze zijn ook positief bruikbaar. En je moet de balans zoeken.
Ik heb hier even een boek van Peter-Paul Verbeek neergezet, De Vleugels van Icarus. Je ziet hier Icarus, die is wat te hoog met... ik weet niet of mensen het verhaal kennen, Daedalus is zijn vader. En die had om hen samen te kunnen laten ontsnappen uit een of andere gevangenis, had hij vleugels gemaakt met was. En hij had gezegd, ja, we gaan nou vliegen, dan kunnen we ontsnappen. Maar pas op, niet te hoog, want dan kom je te dicht bij de zon, dan smelt de was. En ook niet te laag, want ja, dan kom je dicht bij het water en dan kan het te zwaar worden, dan val je ook in het water. Dus, nou ja, helaas, Icarus werd overmoedig, ging mee met de hype, om het zo maar te zeggen, en viel in het water door gesmolten vleugels. Ik denk dat we, wat dat betreft, als het gaat om techniekontwikkeling, techniek en transitie, allemaal iets meer van het Daedalus moeten hebben. Dat we weten hoe dat in elkaar zit, dat we snappen, was moet niet te warm worden, maar ook niet te dicht. Nou, dat, hè, die balans zoeken. En als we dat doen, ja, dat we dan ook die, nou, wat Illich dan Tools for Conviviality vinden, in de technieken, in de methoden die we hebben, in de manier waarop we naar de wereld kijken, en dat je op basis daarvan in feite ook regeneratiever op een gegeven moment met elkaar kunt worden. Dat was een beetje mijn verhaal. Echt, het was super inspirerend. Okay. Echt heel veel food for thought. Tenminste, ik ben persoonlijk ook heel erg bezig met het idee van hoe kun je inderdaad kennis en common good maken. En ja. Ik vind de Repair Cafés daarin echt een heel mooi voorbeeld. Ja. Maar er zijn dus al wat vragen vanuit de Zoom. Ja, het is een leuke beginvraag. Iemand is benieuwd hoe het is voor mensen die voor het eerst naar een Repair Café komen. Hoe reageren ze zo? Ja, leuk. Ja, nou, heel verschillend. Laat ik zo zeggen, verrast vaak. vanwege de sfeer, denk ik. Want heel veel mensen verwachten, denk ik, ook... zeg maar wat ik noemde als voorbeeld van je komt met je kapotte apparaat of wat dan ook, of spullen, en denk, waar mag ik hem afgeven? En dan, nee, je komt erbij zitten. Dat is al een verrassing. En dan, hoe dat dan gaat, dat dan, vertellen we wat dingen van, nou ja, je vraagt wat, en dan, oh, dan weten we het al wel, of juist niet, mogen we, dan ga je gewoon in gesprek. En die methode, of die manier van werken, dat is iets wat zeg maar verrassend is. En ik denk dat de grap is dat een sfeer creëert ook op zo'n bijeenkomst, die ook verrassend leuk is voor veel mensen. Dus we hebben ook regelmatig mensen die dat zeggen en dan zeggen, ja, ik kom volgende keer weer, want dit is gewoon leuk om erbij te zijn. En dat gebeurt ook regelmatig, als het gaat om andersom, dat mensen die komen iets brengen en op een gegeven moment, oh, maar daar weet ik wel wat van. En die gaan dan ergens anders mee meehelpen als monteur. Dus die wederkerigheid is ontzettend, het is een samen ding. En ik denk dat het niet zo'n servicepunt is waar je dingen aflevert en dan ga je weer. Ik denk dat de belangrijkste verrassing is. Maar over het algemeen... er zijn mensen positief van, dit is een leuke sfeer. En sommigen die hadden misschien liever gehad, ja, maar ik heb geen tijd om nu erbij te gaan zitten. Nou, dan kom je toch volgende keer terug. Dat is een beetje, ja. Dat is even wennen. Ja. Dus er is ook een vraag gericht op de repaircafés en over de monteurs daar. Of dat dan eigenlijk ook een vorm is van leermeesterschap op de mensen die daar dan komen. Of hoe inderdaad die kennis dan... Ja. Aan elkaar wordt overdragen en of iemand die daar dus vaak komt dan misschien uiteindelijk zelf ook een monteur zou kunnen worden. Het laatste geldt eigenlijk ook ja voor. Wat daar gebeurt is dat je tijdens het repareren, je hebt altijd mensen die al vaker zo'n ding hebben opengemaakt. Laat ik zo zeggen, repareren is ook vaak weten hoe je iets openmaakt. Daar begint het echt mee en dat is het belangrijkste wat je moet doen. Dus dat is iets wat ook waarover heel veel gedeeld en uitgewisseld wordt. Daar leert iedereen van iedereen. Dat is echt, echt waar. Verder zijn er ook mensen die bijvoorbeeld meer ervaring hebben met bepaalde huishoudelijke apparaten. Er zijn mensen die meer ervaring hebben met apparaten, nou ja, zoals stofzuigers en boren en heggenscharen, bijvoorbeeld waar koolborstels in zitten. Van hoe je die, waar je naar moet kijken om te kijken of die reparabel is. Dat soort dingetjes. Er zijn weer mensen die hebben bijvoorbeeld ook, hebben ook wel elektrische apparaten, maar die bijvoorbeeld ook zelf een
iets hebben in elkaar hebben geknutseld om te testen of een batterij, en dan bijvoorbeeld van die kruimeldieven wat vaak voorkomt, zo'n accu kan meten alsof die voldoende spanning heeft, om maar even direct uit te leggen. Maar op het moment dat je de belasting opzet, dan is die spanning er wel, maar dan zakt dat meteen in. Dus hij levert geen niet voldoende kracht om daadwerkelijk vermogen om daadwerkelijk te zuigen. En dat kun je met een elektromotortje en twee draadjes kun je dat gewoon testen op een accu, zeg maar. Er zijn mensen die daar dus wat meer ervaring mee hebben. En dat soort dingetjes, dat soort trucjes wordt ook dan uitgewisseld eigenlijk op 3PKV zelf. Voor de rest is, ik noemde Nespresso, maar ook Senseo als voorbeeld. Er zijn gewoon echt repaircafés of reparateurs gespecialiseerd in dingen als ofwel telefoons of koffiezetapparaten of weet ik veel. Die dan in feite ook, dat is delen dan via YouTube en dergelijke, dat je tutorials en dergelijke gewoon op internet kunt nakijken. En kunt zeggen van nou, ik ga even kijken of dit aan de hand is. En dan weet ik nou, het gaat ook vaak over openmaken, maar ik kan hier kijken wat vaak voorkomt als probleem. Is het nou een lekt die omdat het niet goed schoongemaakt is, of omdat er een onderdeeltje kapot is? Welk onderdeel is dat dan vaak? Dat wordt gedeeld op zulke filmpjes. En gewoon inderdaad, je volgt het filmpje. En dat is een manier om je eigen kennis dan ook weer te verbeteren. Ik zou zeggen dat de belangrijkste manier van kennis delen ook is, wat ik noemde, dat doordat je het met elkaar doet, je durft het ook te doen. Want uiteindelijk krijg je het in vingers, letterlijk, door het gewoon gedaan te hebben. Dus die filmpjes ook dan. Oh, dit durf ik eigenlijk niet kracht te zetten. Ik ga eventjes naar die toe, want dan ga je het ook doen wat er in het filmpje gedaan wordt. Dat gebeurt ook, want dat plastic wat kapot kan gaan, dat is toch jammer in sommige gevallen. Yeah. En er is veel spul wat op die manier, waar je op moet passen dat je het niet kapot maakt als je het open wil maken. Dus daar zit van vingerspitsengevoel, wordt er ook echt gedeeld en geleerd van elkaar. Ja. Ik weet niet of dat helder is zo. Okay. Nou, ik zal eerst één vraag vragen. Een hele specifieke vraag, maar er werd gevraagd of jullie bij de Groene Vos ook energie opwekken vanuit fietsen. En dan neem ik aan de dynamo's, maar niet in het centrum of de winkel zelf, zeg maar. Maar we gebruiken ook niet zoveel energie wat dat betreft. Nee, ik zou niet per se. Ik heb ook niet precies een gevoel van wat precies hier bedoeld wordt. Behalve dan fietsen en lampen en buiten, zeg maar. Maar dat, precies, het beeld wat in mij opkwam was inderdaad iemand die op een fiets aan het fietsen is. En dan heb je zo'n hele installatie en dan daar is een soort energielampje wat dan daar gaat branden. Ja. Voor dat soort dingen zou ik denk ik, we hebben wel bijvoorbeeld, maar dat is ook weer voorbeelden van duurzaam, dat je inderdaad, we hebben wakka-wakka-achtige dingen en ook wel wat andere merken, dat je wat zonnepaneeltjes op kleine schaal, van dit soort paneeltjes die je of op een rugzak hebt, of dat je dus bepaalde dingen oplaat of energie laat gebruiken van een zonnepaneeltje, zeg maar. Dus, maar dat zijn voorbeelden van producten die we dan hebben, dus dat is niet wat we zelf gebruiken per se. Ik hoop dat ook duidelijk is voor de persoon die de vraag stelt. Ja. En de tweede vraag is wel heel leuk, omdat je het inderdaad net zo had over het opzoeken van filmpjes, waardoor je dan dingen weer kan repareren, maar hoe zou dat dan plaatsvinden zonder die filmpjes? Ja, ik denk dat daar een voorbeeld zit, dat wat ik aan het eind noemde, dat in feite dat doemscenario van die moderne technologie, dat eigenlijk ook dit soort dingen mogelijk maakt. Dus het is ook niet alleen maar slecht. Dus, absoluut niet. Dus ik zie daar vooral de mogelijkheden. Juist als je daar bewust van bent. Kijk, ik zie ook duidelijk wel gebeuren dat YouTube dat is natuurlijk een bedrijf dat runt. Dus wat dat betreft zitten daar ook weer kanttekeningen aan. En moet je daar niet per se afhankelijk van zijn. Dan vermoed ik dat daar vanzelf wel aanvullende mogelijkheden voor komen. Maar goed, dat zijn ook weer technologische ontwikkelingen die eraan zitten te komen. Los daarvan, uiteindelijk, kijk, zo'n filmpje wat ik al zei, daar kan van alles op gebeuren. Maar je moet het doen of gedaan hebben eigenlijk om het daadwerkelijk ook goed toe te kunnen passen. Ja. En ik denk dat de echte manier van delen, dat geldt ook voor andere middelen, dus boeken en zo. Je moet als het werkt gewoon als je iemand kent, even kan vragen of even samen kan zitten aan zo'n ding. En dan ga je het doen. Dus wat dat betreft, en dat kan ook best zijn iemand die dit nog niet kent, maar iets vergelijkbaars. Nou ja,
Het delen, echte delen wat er gebeurt, ja, het is fijn dat die filmpjes er zijn, want dan gaat het veel sneller en veel makkelijker. Maar uiteindelijk dat je zo in dit geval zo'n stad als Arnhem, waar dan 4, 6, 8 repaircafés in verschillende wijken zijn, waar uitwisseling is doordat de monteurs elkaar af en toe tegenkomen op dezelfde monteurs op verschillende repaircafés. Dat blijft bestaan, ook als YouTube straks uit is, zeg maar, als dat nodig is. Dus dat soort uitwisseling blijft komen. En dat is denk ik ook de kern van dit soort bijeenkomsten. Ik denk dat bijeenkomsten, of dat nou de hackerspace, makerspace, meetups of hoe het ook heet. Mm-hmm. Dat die bijeenkomsten dat die het uiteindelijk doen. Ja, precies. Ja. Nee, maar ik vind het inderdaad wel een heel interessante vraagstelling. Omdat je dan ook gaat nadenken over van ja, in hoeverre wil je dan nog afhankelijk zijn van die technologie. En je bent dat eigenlijk op een bepaalde manier misschien wel altijd, maar hoe kun je daar dan weer los van groeien inderdaad? Ja, ja. En ik vind daarin inderdaad het repaircafé een heel mooi idee, want dat zie je bijvoorbeeld ook met die IKEA handboekjes, dan zie je inderdaad wel heel mooi uitgetekend staan hoe je dat moet doen, maar daar zie je niet in hoe zwaar het wel niet is om dat ene schroefding er zo met de hand met dat hele kleine inbesleuteltje in te draaien. Dus ik denk dat op die manier het heel mooi kan reflecteren hoe dat weer terug in de handen moet groeien inderdaad. Dat we toch inderdaad weer van het hoofd richting het lichaam moeten gaan eigenlijk. Ja, je moet het in de vingers krijgen. Ja. Precies, onder letterlijk de knie, in de vingers krijgen. Ja. Nee, inderdaad. Ja. Ja, ik weet niet of er nog vragen zijn hier. Maar wat Bram eigenlijk vroeg en over uitweiden is het feit dat er nu door heel veel technologieën die convergeren, dat die eigenlijk worden gedreven door bedrijven die runnen op big data, dus eigenlijk door alles wat wij googelen. En nou moet ik even goed denken hoe de vraag verder ging. die beïnvloeden. Ja, precies, dat is het inderdaad. Doordat je dan inderdaad door een bepaalde bril letterlijk gaat kijken. Hoe dat dan stuurt, inderdaad. Ja, en hoe je daar dan ook als individu staande houdt tegen dat big data geweld, zeg maar. Ik denk dat, en ook dat is gaande. Wat ik noemde met, daarom had ik die tech meetups, misschien niet zo verteld, en die pizza sessies waar developers bij elkaar komen en voor de common good dingen gaan doen. Dat zijn ontwikkelingen die nu gaande zijn, dat soort mensen die dus bepaalde skills hebben in die datatechnologie, dat die ook met elkaar bewust zijn van de negatieve effecten. Dat die daar ook af en toe als, hoe noem je dat ook, niet vlierenfluiter, maar klokkenluider inderdaad, mee naar buiten komen vanuit die bedrijven. Maar vertellen hoe bepaalde algoritmes werken bijvoorbeeld, maar dat ook onderling uitwisselen, dat is dan misschien niet direct zichtbaar voor consumenten, maar dat maakt wel, en ik denk dat je dat ziet in die communities, om het zo maar te zeggen, dat anders dan in de jaren 70, 80, vorige eeuw, dat jongere mensen met skills, juist in dit soort technologieën, dat die ook heel bewust zijn van, ja, maar mijn werkgever is hier niet transparant bezig. Of, ik ga daar niet voor werken, want dit gaat voor mij niet de goede kant op. En ik denk dat dat een manier is waarop die individuen al tegenwicht geven, om het zo maar te zeggen. Maar in feite dan ook die technologie mede vormgeven. En ik denk dat ook gebruikers van bijvoorbeeld producten als Facebook of Google Search of noem het maar op, dat die ook wel dingen kunnen doen om te laten merken dat ze wel of niet bepaalde dingen appreciëren, zeg maar, of anders willen. En ik denk dat daar, om er even aan te geven, ook daar zie ik, het zelf maken kan helpen om te snappen wat er gebeurt. Ik denk dan ook van, laat mensen of kinderen misschien op school maar eens een zoekmachientje maken en dan een lijstje samenstellen. Ze merken van, ik moet aangeven wat de volgorde is. Hè? Oh, maar zo gaat het dus ook bij Google. Het is je kunt niet zomaar iets. Je moet altijd kiezen hoe je die volgorde doet. Zeg maar. Dat hoort erbij. Dat is, als je dat doorhebt, dan kun je ook zien dat zoiets al voorgedefinieerd is. Door iemand of iets. Nou, hoe werkt dat dan? Ik denk dat wat er ook met overheden en dit soort dingen gebeuren, maar ook met groepen mensen die weten hoe dingen werken, dat wordt gevraagd om transparantie van hoe werken algoritmes? Wat zit erachter? Willen kunnen opvragen als gebruiker. Of als jij een selectie toepast, zeg er dan bij. Hè, bijvoorbeeld bol.com, andere klanten kochten ook, dat soort dingen.
Wat voor klanten zijn dat dan? Of op basis waarvan is deze selectie dan anders ingekleurd? Wees bewust dat er een kleur in zit, dat je met een bril kijkt. En laat er maar bij zetten, dit is een roze bril en dit is een gele bril. Of ik weet niet precies hoe je dat moet noemen, maar in die hoek denk ik dat je verschillende rollen, individuen met verschillende rollen beïnvloeden dan die technologieën. Maar ook als gebruiker weet je ook dat je bewust moet zijn van bepaalde kanttekeningen als het ware. En ik denk dat je daarmee ook als samenleving dat soort technologieën weer vormgeeft. Ik denk dat dat de essentie is. En het sluit natuurlijk naadloos aan op het feit dat je inderdaad door te maken weer kan begrijpen hoe bepaalde technieken werken. Nu is een laptop natuurlijk iets heel tastbaars, maar ook zo'n algoritme dat gebaseerd is op HTML en alle internettalen, dat is op zo'n manier precies hetzelfde. Je moet even nog herhalen. Ik wou zeggen voor de mensen thuis die niet snappen waarom... Hoe kan dat dan? Ik wou zeggen voor de mensen die niet snappen waarom ik ineens zo geschokt reageer. Dat is dat je net twee voorbeelden gaf over het idee van data. Het eerste voorbeeld is het feit dat er een Duitse persoon... Oostenrijkse. Misschien, dat kan ik wel vertellen ook. Want volgens mij weet ik daarvan, dat had ik laatst ook gezien. Ik dacht, mooi. Of mooi, ja. Dat is volgens mij, inderdaad, ik zal wel iemand uit Oostenrijk zijn, maar die ondertussen zover is dat inderdaad de Europese rechtbank, of in ieder geval in Ierland volgens mij de rechtbank, daar ligt de zaak voor, tegen Facebook, waarbij die gebruiker van Facebook in feite zegt, ja, maar ik wil mijn data en volgens mij gaan jullie daar niet goed mee om. En in feite heeft Facebook, dat heb ik meegekregen, Facebook op een gegeven moment in de pers laten verklaren, of verklaard, dat... dat die rechtszaak, als die niet goed uitkomt, de uitslag niet goed is voor ons, dan kunnen we onze belangrijke producten zoals Facebook en Instagram kunnen we niet meer in Europa doen. Ik denk, prima. maar goed, daar zijn ze misschien anders over denken. Maar inderdaad, zover gaat het. En dat heeft ook te maken, maar dat zijn die ontwikkelingen, dat de wetgeving en allerlei maatregelen in Europa wat verder gaan op het beschermen van die personen en op de personen herleidbare data dan in andere continenten, laat ik het zo zeggen. De grap is, ik weet niet of het echt heel anders is, maar het feit alleen dat er verschillen zijn, maakt dat Europa moet zeggen, het mag niet buiten Europa. En dat alleen al geeft dat dit soort bedrijven inderdaad moeten zeggen van, maar dan moeten wij in Europa allerlei dingen doen, dat is veel te ingewikkeld, dat doen we niet. En dan krijg je dit soort afwegingen. Dus het is, ik weet niet of het allemaal bewust is, of het allemaal echt nodig is, of het nou in Europa zoveel beter is dan in Amerika, maar het feit dat nu al ergens een drempel geeft, denk ik, dat geeft dus de gelegenheid, een beetje wat jij aangaf, dat individuen in feite een middel hebben om dingen zichtbaar te maken. Dat is nu dus in feite ook echt gebeurd. En de andere kant is dat die technologie, want dat gebeurt in Europa uiterst regelmatig, of tenminste, daar wordt veel aan gewerkt, om persoonsgebonden data, laat maar even zo noemen, dat daar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. En dat je die niet zomaar, eigenlijk, daar wordt in Europa op allerlei fronten gewerkt aan dat die bij de persoon zelf blijft. En dat is iets, ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk ook graag willen dat ze alleen tips krijgen die voor hen relevant zijn. Dus ze gaan dan, of dat ze bijvoorbeeld spraaktechnologie, ze moeten hun eigen stem gebruiken, dan krijg je ook betere herkenbare commando's, et cetera. Dus het helpt jezelf als je dat soort data deelt met dit soort bedrijven. Maar de keerzijde is dat het ook voor andere dingen kan worden gebruikt dan wat jij belangrijk vindt. En daarom heb je weer die transparantie voor nodig. Of die bescherming van overheidswegen. Hoe gaat dat? Moet het tweede ding ook nog doen. Maar... Ik kan heel snel zeggen, Amerika, convenience is much higher than privacy dan in Europa. Dat is ook waar, Maar dat komt ook omdat we het 27 of 36 landen hebben. Al ik met een eigen, dat is ook het convenient, minder convenient. Ja. Ja? Ik zal het even herhalen voor de mensen thuis. Brand die kaart terecht aan van, wat is de rol van overheden in de regulatie van die data? Zou de overheid dus niet een verantwoordelijkheid op zich moeten nemen om data te beschermen? Maar tegelijkertijd kaart hij het voorbeeld aan van zo'n QR-code van corona waar heel veel data in gecapsuleerd zit en willen ze... Hebben ze een 500 miljard uitgetrokken om zo'n algemene database te maken waarin je dus al je medische data kan zien in welke... Er zijn 450 miljoen
Europeanen. Ja. Oh, ja, dat was het. Het gaat over 450 miljoen individuen waarvan de data beschikbaar komen om daarmee te verkopen. Ja, precies. Daar was ik inderdaad nogal naartoe aan het naartoe aan het werken. Dat het inderdaad dus allemaal van 450 miljoen Europeanen de data in een database komt waarin ook staat in de regels die daarover geschreven zijn, dat die data ook verkocht zou kunnen worden en mogen worden. Ja, nou toevallig zit ik een beetje in dat veld, maar een beetje, daar zit ik in dat veld ook. Kijk, er zijn ook, laat ik maar even beginnen. Europa is eigenlijk geen geheel. Ze zijn verschillende landen. Als je kijkt naar wat er in Estonia, die vrij ver is met digitaal, dan gebeurt en met data, die worden inderdaad bom in een grote biobank waar de hele bevolking in zit gedaan. In Zweden en andere Scandinavische landen is dat ook min of meer het geval. In Denemarken zijn ze er al iets regionaler of per domein, is het wat meer opgesplitst. En in Frankrijk zijn ze bijvoorbeeld veel strenger nog dan in Nederland. En in Nederland willen we bijvoorbeeld, wordt ingezet, al juist met name om de gezondheidsgegevens, om dat eigenlijk zo dicht mogelijk bij de persoon zelf neer te leggen. En dat, technisch gezien is dat nog niet zo. Maar ik zou durven stellen, en dat mensen daar wordt aan gewerkt, daar ben ik zelf ook bij betrokken in sommige dingen, om de European Health Data Space, en dat is nog niks, maar er wordt van alles aan gebouwd, laat ik het zo zeggen, om die zo op te zetten dat data de plek waar die staat niet hoeft te verlaten om wel gebruikt te kunnen worden. Dat is een heel belangrijk principe wat nog niet alle antwoorden voor zijn, laat ik het zo zeggen, maar het gegeven dat je één database hebt waar alle data van al die 450 miljoen Europeanen in zit, dat geloof ik niet dat dat de bedoeling gaat worden. Dat gaat ook niet geaccepteerd worden door al die communities die mee bezig zijn, laat ik het zo zeggen. Want het is niet nodig. En dan zijn er genoeg landen die daar echt ook niet mee akkoord zouden gaan. Omdat je, als je data gaat verplaatsen, nou, Frankrijk heeft ook gewoon in de wetgeving staan dat het land niet uit mag. Dan kun je er dus niks mee als je het centraal wil gaan gebruiken. Dus wat dat betreft, die verschillen tussen Europese landen zijn heel gunstig. De andere is, of het dan verkocht moet worden en dergelijke, moet ik even nadenken. Er zit in heel veel, er is inderdaad een probleem waar Europa als overheid zeg maar partij is, in de zin dat zij zich bewust zijn van het, laat ik het even zo zeggen, de verminderde concurrentiepositie als het gaat om datagebruik ten opzichte van andere continenten. Dat ze gewoon merken dat bijvoorbeeld voor grootschalige onderzoeken, ja, dan is het in Europa veel lastiger met de GDPR en AVG om data te benutten voor allerlei ook nuttige onderzoeken. Maar ja, als je met zoveel verschillende landen met al die regelgeving hebt, dan is gewoon geen je kunt er niet op mee werken, zeg maar. Dus gaan ze gewoon die Amerikaanse data gebruiken. De bedrijven die dan iets willen, zeg maar. En dat noemen ze dan, dan is Europa als entiteit ook een belanghebbende van, ja, onze concurrentiepositie moet wel beter, want anders gaan we ook technologisch de boel missen. Wat daarin gebeurt, volgens mij, niet helemaal, maar is in feite dat ik denk dat ook veel mensen daaraan meedoen, die kant op werken, is dat die manier van federaten tussen die verschillende databases die er zijn, op dit moment kan het nog niet, en dat was ook met de corona-app een probleem, dat bepaalde technieken die er zijn om het echt bij de mensen zelf te doen, dat werkt nog niet, want dat past nog niet in de regelgeving. Daar zitten gewoon echt hele verschillende lagen van drempels. Maar men werkt wel toe, in ieder geval in Nederland en in andere landen ook wel, naar dat de data of bij de mensen zelf blijft, dus degene, de datasubject, de persoon waar het over gaat, dat die ook de data heeft. Dat is één. Als dat niet kan, dan is het op dit moment zo dat bijvoorbeeld ziekenhuizen of overheden of energiemaatschappijen, ja, die hebben ook data over jou. Dat dan mechanismes worden ontwikkeld en zijn ontwikkeld ook gedeeltelijk, waarbij degene over wie het gaat kan controleren door wie die data is bij die ander is bekeken, bijvoorbeeld, of is het gebruikt. En daar zijn mechanismes voor die heel lastig zijn om die ook pan-Europees op te lossen, zeg maar. Maar er wordt aan gewerkt om dat mogelijk te maken. En ik zie de toekomst daarvan eigenlijk toe dat je naar een businessmodel gaat waar verkopen en kopen een optie is. Maar wat dat, even, dat was een laatste aardige term voor.
Je hebt business to business en je hebt business to consumer, dat soort dingen. Consument, dus bedrijf naar bedrijf en bedrijf naar consument. Maar je hebt ook business to me. Of me to business, één van die twee. Maar dat je dus in feite zegt, van op het moment dat je dat soort mechanismes hebt zoals ik net schetste. Het zei, de data is bij jou, kan ook niet weg zonder of benut worden als je niet de expliciet toegang geeft. Of je ziet waar dingen heen gaan, wat over jou gaat. Dan kun je in feite ook mechanismen zien van dat als jij als data van jou gebruikt wordt, dat je daar dus ook vergoeding voor krijgt. Of tegenprestatie of wat dan ook. Dat soort dingen wordt aangewerkt ook om dat mogelijk te maken. En dan is in feite het probleem van die concurrentiepositie wordt mogelijk. Maar je gaat het wel doen met inbreng en controle aan de kant en regie, hoe je het allemaal wil noemen, aan de kant van de persoon zelf. En ik denk dat dat hele goede mechanismes zijn. Wat ik wel... Oh ja, ik wou nog een klein iets. Wat ik daar wel interessant aan vind, is dat je dan zegt van, oh, dan zou je dus zelf iets kunnen verdienen aan je eigen data, maar dan plaats je je eigen data ook weer binnen een kapitalistisch geldsysteem waar je dan... Ja, ik vind het heel erg interessant. Het voelt ook heel tegenstrijdig. Het is niet per se geld, hè? Het is tegenprestatie, okay. Kan het ook. Maar het is, er zijn mensen... Je kunt ook je data... Dat is ook een experiment in Nederland. Data doneren. De feite ook in de Verenigde Staten dingen. Mensen zijn echt wel geneigd om... bepaalde, als ze controle erover hebben van... Ja, mijn data mag wel voor medische onderzoeken gebruikt worden. Ja, precies. Maar niet door die of niet... Daar wil je controle over hebben. Wie dan wel en met welke doelstellingen. Ja. En de grap is... Dat komen we toch weer bij dat repercafé uit, of dergelijke, of bij waar die transparantie waar ik net over had. Op het moment dat je mechanismes hebt om individuele data, zeg maar, of datasetjes te gebruiken in dit soort analyseactiviteiten, dan krijg je op een gegeven moment ook de mogelijkheid om in feite de resultaten van zo'n inzichten die gegenereerd worden op basis daarvan, en die bijvoorbeeld gebruikt worden voor jouw Facebook-tijdlijn of weet ik maar wat, dat je ziet dat je op een gegeven moment kan doordat dit soort mechanismes heb je allemaal labels nodig om het kunnen begrijpen wat er gebeurt, om het mogelijk te maken. Maar dat betekent dat je ook labels kunt gebruiken om te laten zien wat is er nou, op basis waarvan heb ik nou dit aan jou, voor jou geselecteerd. En het voedt elkaar. Dus wat mij betreft, dat is wel heel intern, dat kan wel redeneren, maar er zit dus een link tussen die transparantie die je nodig hebt en dit soort mechanismes om je persoon te beschermen. Ja. Dat is, ik zie daar een hele positieve gevolg. Ja. Twee vervolgvragen. Ja. Je zegt, die datastromen, die moet je structureren om ze te kunnen duiden. Dus je moet het ook kunnen teruggeven op basis van deze indicatoren. Is dit profiel of is dit voorstel jouw kant op gekomen? Mm-hmm. Nou, dat heeft altijd iets eenvormigs, want dat is voor alle personen gelijk, want het is een database. Dus het gaat over, snap je, het individueel unieke van een mens, dat is daar misschien niet direct in zichtbaar, dat is één. Mm-hmm. Het andere is dat de overheid en ICT, dat is niet zo'n heel goed huwelijk. Ze blunderen regelmatig. En in de afgelopen 2 jaar bleek ook dat medische gegevens ingezien konden worden door allerlei personen die daar eigenlijk helemaal niet in mochten kunnen kijken. Mm-hmm. Dus die veiligheid, dus die transparantie is één ding, maar de veiligheid, de hackbaarheid van dat soort systemen is ook een punt. Nee, maar waar ik het over heb is absoluut nog niet de... gangbaar. En in feite de oudere systemen zijn die databases waar in feite een admin die absoluut geen medische invloed, die kan overal bij. En dat is uiteindelijk wat nu gangbaar is in de organisaties. Maar dat is in feite de oude economie en de oude manier van werken. Dus dat, waar ik het over heb is inderdaad echt nog wel toekomst. Ja, maar het zou wel interessant om even dichtbij. Te herhalen voor mensen online Bram zei. Bram kaart eigenlijk 2 dingen aan. Het eerste is dat er in die bepaalde datastructuren, dat die heel erg universeel zijn en dat daarin eigenlijk geen ruimte is voor het individu en die individuele data en hoe dat wordt onderscheiden. En dat, ja, ik vind dat persoonlijk ook heel erg interessant. Hoe kan je dan zoiets toch persoonlijk maken, zoals ook in die repaircafés er heel erg naar het persoon en de kennis wordt gekeken. Ja. En daarnaast... Oh, ik had het. En nu ben ik het weer. Daarnaast ging het over de veiligheid. Ja. Ik had het net weer terug inderdaad. Hoe je inderdaad ook naast dat die kennis, zeg maar dat je zelf kan beschikken over die kennis, dat die kennis ook veilig is en niet zomaar inderdaad
waar iedereen kan worden ingezien, zoals uit de praktijk blijkt wel eens gebeurd. De huidige praktijk is dat absoluut nog niet aan de orde. Of tenminste, nee, ja, er wordt wel moeite voor gedaan, maar dat is dweilen met de kraan open in sommige opzichten. Ik denk wel dat het, waar het heen gaat, en dat was ook in de corona-app, ik vind het net, dus weer die community, die mensen die dat doen. Er waren ook verschillende trajecten rondom het ministerie van VWS hieromheen. En de grap is dat, ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar er was eerst een app die door bedrijven werd voorgebouwd. En op een gegeven moment was er een open source-achtige traject van gemaakt. En degene die dat gereviewd was ook onder andere, ik had Peter Paul Verbeek als, dat is een van de techniekfilosofen in Nederland die ook wereldwijd wel dingen doet. Maar die had ook als reviewer opgetreden in dat traject en die gaf ook gewoon aan van een van de dingen die hem opgevallen was, dat juist de mensen die daar in dat open source traject bezig waren, dat die ontzettend kritisch waren op dit soort thema's. En dat die ook veel verder zijn dan zeg maar die bedrijven die dat doen vanuit hun contracten met gemeentes en ziekenhuizen, weet ik maar wat, die zijn met hele andere technologieën bezig. En ook met hele andere eisen die gesteld worden aan dit soort technologieën en systemen en hoe je dat inricht. Mijn optimisme is gefundeerd op de inbreng van dit soort mensen die weten waar ze het over hebben en weten wat zij belangrijk vinden. Ik denk dat de individuen moeten de ruimte krijgen wel, maar dat komt. En ik denk dat daar ook de link met die repaircafés. Het moet gewoon met die intermenselijke interactie, daar gebeurt het in. En mensen moeten elkaar aan kunnen spreken en dan krijg je op een gegeven moment de goede thema's wel aan tafel, op tafel, zeg maar. En dan hoop, ja, dus ook dit soort interacties hoort er ook bij, van ja, waar maken mensen zich zorgen over? Ja, nou, kunnen we daar iets mee? Dan ga je gewoon kijken of je er iets mee kan. En dan uiteindelijk, ik ben optimistisch, maar dan gebeurt er wel wat, denk ik. Ja. Ja. Oh, ja, dat is wel handig. Ik geef even de microfoon. Ja. Ja, ik zat ook te kijken. Dat is de laatste vraag. Dankjewel. Nu kunnen de mensen thuis me ook horen, neem ik aan. Niet zien, maar wel horen. Ja. Waar ik nog een beetje mee zit, is de vraag ook hoe we, zeg maar, die transitie naar zichzelf tot mede-eigenaar maken van techniek of technologische producten en zo. Ik zou zeggen dat het nog best een bubbel is van mensen die dan eigenlijk daarmee bezig zijn en daarover nadenken. Ja. Dat zou ik gewoon stellen, maar er zijn nog zoveel mensen die gewoon opgevoed zijn, ook met het idee van het consumerism, dat je eigenlijk gewoon, je gaat naar de winkels gaan en koopt iets nieuws zodra iets kapot is. Ja. Of je laat het repareren en betaal ervoor, maar meestal gewoon weggooien en iets nieuws kopen. En je had het ook over het onderwijs, en dat lijkt me ook een hele goeie, omdat meer ook dat doe het, maak het gewoon met je eigen vingers. Dat is eigenlijk niet iets wat op dit moment, denk ik, heel vaak aan de orde is. Maar hoe kunnen we die transitie grootschaliger krijgen en naar een manier toe werken dat steeds meer mensen zich eigenlijk tot mede-eigenaar dan ook voelen en niet alleen die consumerhouding aannemen. Wat zijn er manieren dan ook om dat te doen? Ja. Er komt van alles in me op. Ook hele Arnhemse situaties rond circulair en afvalscheiden en het waarderen van grondstofstromen, zeg maar, die er straks niet meer zijn, of nu niet meer. We hebben natuurlijk een afvalreferendum gehad waar de DIFTAR, en dat is zeg maar een benadering, een technologie in de rest van Nederland in ieder geval, nu niet meer bij ons, waar mensen, waar in ieder geval toch redelijk de ervaring is dat je daarmee mensen bewust maakt van wat ze weggooien en dat dat waarde heeft. Op het moment dat je gaat scheiden, dan betaal je minder. Dat was een kostenbenadering. Ik denk dat heel veel van wat je schetst, dat het ofwel je moet zorgen dat het dat als je iets koopt, dat je dan true cost, dat is ook zo'n term die erbij hoort, dat je dat daar bewust van wordt of dat gaat betalen. Dus dat zit hem ook bijvoorbeeld met het verschil tussen vliegen versus trein versus, noem maar op, maar ook met producten die je gewoon koopt. Wat zijn nou daar de verborgen kosten van?
Misschien die ook gaan betalen op een gegeven moment voor bepaalde veelvoorkomende uitgaven bijvoorbeeld. Maar dat, daar zit dan ook bij bijvoorbeeld dat je als je dingen weggooit, dat dat ook gevolgen en impact heeft die, die negatief is. En waar je daar ook verantwoordelijk voor bent. Ik zou over het eigenaar zou ik niet willen benadrukken. Het gaat om eigen maken, dat je het snapt. Eigenaarschap is denk ik ook een van de dingen die net niet past in heel veel gevallen. Maar het is wel dat je weet wat je doet en je ook op een gegeven moment aanspreekbaar bent, dan wel verantwoordelijk kan zijn, voor medeverantwoordelijk bent voor bepaalde dingen. En ik denk, hoe je dat moet doen, of dat nou altijd inderdaad met, zoals bij de DIFTAR, met geldelijke gevolgen, zeg maar, confronteren, dat helpt. Maar misschien zijn er ook andere dingen die werken. En ik kan me voorstellen dat gewoon ook ervaren, misschien de coronacrisis is er ook wel eentje van de pandemie, ervaren dat je inderdaad productief kan zijn of kan werken zonder dat je elke dag naar je kantoor gaat of naar je werkplek gaat. Misschien helpt dat ook om te merken dat er andere mogelijkheden zijn dan degene die je tot dan toe vanzelfsprekend vond. Ik denk, dus er zijn wat dat betreft meerdere manieren, denk ik. Het is wat mij betreft eigenlijk een kwestie van zorgen dat je ziet dat er opties zijn. En onderwijs is dan een hele belangrijke, want dan via het leren ga je dat ook zelf meer ontdekken dan. Dus misschien meer ontdekkend onderwijs, dat soort dingen. Via kinderen ook ouders bewerken die al wat vastgeroesten misschien in bepaalde patronen zijn opgeleid. Dat soort dingen. Ja? Iedereen. Maar dat is ook toch wat je als kind leuk vindt, om lekker in de wereld te zijn en te spelen. En ik denk daarom wat jij ook, de twee dingen die mij het meest opvallen, is inderdaad het idee van transitie van eigendom naar gedeelde verantwoordelijkheid. En wat je zei over dat ouders dan ook weer van de kinderen leren. Eigenlijk, dat is natuurlijk heel erg ingebed in het hiërarchische begrip, dat je altijd maar leert van je ouderen, terwijl juist kinderen zo'n frisse, speelse, verse blik hebben waar je ook heel veel van kan leren. Ja. En met die notie denk ik dat we het vandaag eindigen. We moeten naar het einde. Precies. Het is heel leuk, maar inderdaad, het gaat maar door. Iedereen op online is al afgehaakt. Nog een vraag, we kunnen dat in de andere. Ja, precies. Ik wil je hartstikke graag bedanken voor vandaag. We hebben ook nog een klein bloemetje voor je. Leuk. Ja. En we nemen nu een pauze waarin we naar de stadskeuken gaan, waar we nog een wereldcafé hebben van een uur, waarin we gaan kijken. Inderdaad, welke initiatieven zijn er al? Wat voor bijdrage kunnen wij leveren? En gewoon het gesprek voort kunnen zetten. Oké. Dus ik wil iedereen graag bedanken. Ja, ook bedankt. Ja. Dat was leuk.